Goedemorgen, ik ben Roy en ik neem jullie vandaag mee op een trainingsvlucht voor de oude duiven. We gaan ze even een mooi stukje wegbrengen. Nou, ik wens jullie veel plezier. Nou, we zijn aangekomen op bestemming. We zitten op een parkeerplaats, iets voor Deventer. De duiven zijn klaar, dus we moeten even rust komen, een beetje oriënteren. En als het zover is, dan zullen ze gaan los in vier groepjes. Dit is het uitzicht. Nou, volgens mij hebben we een prima plek uitgekozen. Het is mooi overzichtelijk, ook voor mij. Ik kan goed verkeer in de gaten houden. Het is nu 10 voor 11. We zullen de eerste groep losgooien. Het zijn de dolfinnen. Zuidwestenwind. Nou, daar gaan ze. Oh, en dan komen ze nog een keer langs. Ze moeten zich natuurlijk oriënteren van waar ze zijn en waar ze heen moeten. De eerste groep is weg. Dus we gaan nu aan de tweede groep beginnen. Zijn doffers. Weer een paar rondjes maken, ze oriënteren. En dan zullen ze ook de goede weg kiezen. Nou, de eerste twee koppels zijn weg. En ze hebben natuurlijk mooi weer erbij. Mooi zuidwestenwind, dus nou, lichtjes wind mee. We hebben natuurlijk volgende week zaterdag de eerste trainingsvlucht van de afdeling. We gaan er naar Duiven. Een beetje op die richting. Misschien dat ze dan later nog ook eens naar huis komen. Wie weet. Nou, we gaan de tweede groep dolfinnen losgooien. Ze gaan mooi snel de hoogte in. Altijd goed. Nou, de laatste groep. Het is 10:55. Ik moet nog even wachten tot de laatste auto voorbij gaat. En dan zal ik deze doffers ook los doen. Nou, ze gaan er gelijk vandoor. Ik zal de man eens in de auto zetten. En dan gaan we weer naar huis. De auto. We kijken nog even naar waar we de duiven gelost hebben. Nou, we laten natuurlijk schoon achter. Geen gezeur te krijgen met andere mensen of wat dan ook. Nou, de eerste duif die is thuisgekomen om 11:39. Doffer, dus die is 10:55 gelost. Dus die zou ongeveer een gemiddelde snelheid van 80 tot 90 km per uur hebben gehaald. Dus dat belooft wat voor de vluchten straks. Daar komt de doffer, mooi aanzweven. Wat het prachtig om te zien hoe ze thuiskomen van een vlucht. Thank you.
Zo, de oude duiven zijn weer thuis. De laatste die komen om 12 uur. Dus we hebben een mooi stukje gehad om te oefenen en te leren voor volgende week. Met de trainingsvlog van de afdeling. We hebben daarna de jonge duiven nog even laten trainen. De laadjes ook nog even. En daar heb ik ook nog een stukje van opgenomen. En dat zien jullie hierna. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Wil je meer zien in de toekomst? Klik dan even op abonneren. En wil je een melding ontvangen? Klik dan even op het belletje. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei! De jonge duiven naar hun training op het dak. De laadjes, 15 stuks. Mooi rustig aan het scharrelen. Je kunt er bijna gewoon doorheen lopen. Zo, ja, gewend zijn ze aan je.